10, go for main engine start. We are go for main engine start. T minus 6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. De lancering van de Hubble Space Telescope op 24 april 1990 was het resultaat van een overeenkomst tussen de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA. De Hubble Space Telescope, de eerste grote sterrenwacht in de ruimte, werkt net als telescopen op aarde. Hij verzamelt het licht van sterren en concentreert het via een aantal spiegels. Maar anders dan aardse telescopen wordt hij niet gehinderd door de aardse atmosfeer, die stralingen tegenhoudt en beelden vertroebelt. De Hubble Space Telescope, genoemd naar de beroemde Amerikaanse astronoom Edwin Hubble, moet minstens 15 jaar actief blijven. Daarom werden verscheidene onderhoudsbeurten gepland, de eerste in december 1993, uit te voeren door de bemanning van de Space Shuttle Endeavour. ESA-astronaut Claude Nicollier, niet alleen ruimtevaarder, maar ook sterrenkundige, zou een grote rol spelen tijdens deze vlucht. The Hubble Space Telescope is a very important instrument, and a lot of people have this this instrument in their heart, I must say, as well in the United States and in Europe. And be able to participate in such a mission was very satisfying for me, especially as I'm myself an astronomer. De belangrijkste opdracht van de astronauten was het aanbrengen van een soort bril om een afwijking in de hoofdspiegel van de Hubble, die pas na de lancering werd ontdekt, te corrigeren. Bovendien zouden de door Europa gebouwde zonnepanelen moeten worden vervangen. Ondanks de afwijking in de hoofdspiegel leverde de Hubble veel betere beelden dan zijn soortgenoten op aarde. Voor het eerst zagen we afzonderlijk duidelijk zichtbaar de verre planeet Pluto en zijn maan Charon. Hubble leverde prachtige beelden van stormen in de atmosfeer van de beroemde planeet Saturnus. Hubble zag voorlopers van planetenstelsels in de Orionnevel. De telescoop ontdekte een nieuwe categorie van blauwe, oude sterren en mogelijk zwarte gaten in het sterrenbeeld Maagd. Na een uitstel van 24 uur vanwege het weer stonden alle lichten op groen voor de lancering van de Endeavour vanaf lanceerplaats 39B op Cape Kennedy. Zeven astronauten, waaronder ESA-astronaut Claude Nicollier uit Zwitserland, gingen op weg voor de moeilijkste ruimtereparatieklus aller tijden. 2, 1, 0. And we have liftoff. Liftoff of the Space Shuttle Endeavour on an ambitious mission to service the Hubble Space Telescope. De start vond 's nachts plaats om 4:30 plaatselijke tijd. Houston now controlling. Endeavour's underway. Rolled on course. In orbit with the Hubble Space Telescope. Endeavour already traveling about. Booster officer confirms a good. In een baan om de aarde zou Claude Nicollier de Hubble moeten oppikken met behulp van de ruimtekraan van de Space Shuttle. Daarna zou een grote camera moeten worden vervangen door een nieuwe versie. Hetzelfde zou moeten gebeuren met de enorme zonnepanelen, een deel van de Europese bijdrage van in totaal 90 miljoen gulden. En last but not least zou de Space Telescope een soort bril ter grootte van een telefooncel moeten krijgen om zijn oogafwijking te corrigeren. Boven de blauwe planeet Aarde waren de astronauten een dag na de lancering bezig met het voorbereiden van een drukke programma. Claude Nicollier zou met behulp van de shuttlearm de Hubble Space Telescope moeten gaan oppikken. Maar eerst en vooral moesten de astronauten de baan van hun shuttle geleidelijk aanpassen aan die van de Hubble.
En tenslotte zou een rendezvous worden uitgevoerd, waarbij de Hubble zou worden vastgepakt met de laadarm en in het ruim van de shuttle verankerd. Zowel voor de vluchtleiding in Houston als voor de bemanning van de Endeavour begon een spannende fase in de vlucht. Maar alles verliep precies volgens plan. De Hubble werd veilig geborgen op bijna 600 kilometer boven de aarde. Bij een eerste inspectie bleek meteen al dat een van de twee zonnepanelen van de Hubble ernstig was verbogen. Aan het begin van de eerste van 5 ruimtewandelingen, per stuk 6 à 7 uur lang, gingen de astronauten Jeffrey Hoffman en Story Musgrave naar buiten om zich behoedzaam naar de reusachtige ruimtetelescoop te begeven. Terwijl Hoffman op een platform aan het eind van de laadarm stond, werd hij geassisteerd door Story Musgrave bij het vervangen van 3 organen voor de standregeling van de ruimtekijker. Zonder problemen openden zij een grote deur om toegang te krijgen tot het inwendige van de telescoop. Maar aan het eind van het karwei bleek dat er een uur extra nodig was om de onwillige deur weer dicht te krijgen. Astronauten Kathy Thornton kreeg de eer het misvormde zonnepaneel een zetje te geven de diepte van het wereldruim in. In tegenstelling tot het tweede paneel kon het beschadigde exemplaar niet mee teruggenomen worden naar de aarde omdat het niet kon worden opgerold. Zonder verdere problemen konden de twee nieuwe zonnepanelen in opgerolde toestand door Kathy Thornton en Tom Akers worden aangebracht. Na terugkeer in de shuttle was er even tijd voor welverdiende rust. Aan het begin van de derde ruimtewandeling nam astronaut Jeffrey Hoffman even de tijd voor het maken van enkele unieke kiekjes voor het familiealbum. Vervolgens begonnen Jeffrey Hoffman en Story Musgrave aan het verwisselen van een enorme camera in de Space Telescope met een meer eigentijds exemplaar, een actie die 3 jaar geleden al was gepland. Tijdens dezelfde ruimtewandeling werden enkele magnetometers in de Space Telescope vervangen. Opnieuw werd het complete karwei volgens plan uitgevoerd. Tijdens de vierde ruimtewandeling kreeg de Hubble zijn lang verwachte bril opgezet, bestaande uit een tiental kleine spiegeltjes, ondergebracht in een container ter grootte van een telefooncel met een massa van 290 kilo en een prijskaartje van 75 miljoen gulden. Dit karwei werd een staaltje van uniek samenspel tussen de astronauten Thornton en Akers en ruimtevaarder Claude Nicollier in de Space Shuttle cabine. Met de dichtschroeven van het luik was ook dit karwei weer achter de rug. In totaal gebruikten de ruimtemonteurs tijdens hun werk meer dan 200 verschillende stukken gereedschap. Tijdens deze ruimtewandeling kreeg de Hubble ook nog geheugenuitbreiding door het aanbrengen van een nieuwe computer. Zwitserse muziek ter ere van Claude Nicollier wekte de astronauten aan het begin van hun 7e vluchtdag en de 5e en laatste ruimtewandeling. Vanaf een hoogte van 600 kilometer
hadden de astronauten een fantastische kijk op Moeder Aarde. Maar eerst moesten de nieuwe zonnepanelen van de Hubble worden ontplooid op commando van de vluchtleiding. Ook dat verliep zonder problemen en vanaf dat moment kon de zon de batterijen van de ruimtetelescoop weer gaan opladen. De patiënt was met succes geopereerd. De volgende dag zou hij uit het ziekenhuis worden ontslagen om aan een nieuw leven te beginnen. Op de achtste vluchtdag waren de bemanning van de Endeavour en de Hubble Space Telescope klaar om afscheid van elkaar te nemen. Opnieuw was het ESA-astronaut Claude Nicollier die de hoofdrol speelde in het laatste hoofdstuk van dit kosmische drama. In de schaduw van de aarde stuurde hij de arm van de Space Shuttle behoedzaam naar het koppelpunt aan de grote ruimtetelescoop om daaraan vast te maken. De verbindingen tussen shuttle en telescoop draaiden open en hoog boven de kust van Afrika kon Nicollier het gevaarte voorzichtig uit het laadruim tillen. Langzaam dreef de Space Telescoop, nu los van de arm, weg van de Endeavour om aan zijn nieuwe levensfase te beginnen. De Europese nations participated in this program in the design, in the manufacture, in the exploitation of the scientific results. And I feel really very privileged and happy to have been selected as a crew member, a foreign crew member on this mission. Binnen in de Space Shuttle vermaakten de astronauten zich, na gedane arbeid, met een model van de Space Telescoop. Het einde van de lange reis kwam in zicht. Omdat het programma ruimschoots binnen de geplande tijd was uitgevoerd, hadden de astronauten de laatste dagen ruimschootse tijd voor enkele persconferenties op hoog niveau. How do your hands feel after that many hours in the EMU gloves? And can one of you show us your hands and see how they look after that many hours? Wat zou Claude als astronoom zelf het liefst willen doen met de Hubble? I think one of the very exciting things that can be done with the Hubble Space Telescope is look very far in the cosmos and look very far in the past also. It's really a time exploration machine as well as a space exploration machine. In de nacht voor hun terugkeer naar de aarde zagen de astronauten indrukwekkende onweersbuien ten noorden van Florida. Intussen lieten zij zich een chocolademodel van de Hubble Space Telescope goed smaken. Een dubbele sonische knal kondigt de nachtelijke terugkeer aan van de Space Shuttle in de atmosfeer boven de Verenigde Staten. Hoewel het pikdonker is, kan met warmtegevoelige camera's de laatste fase in de vlucht van de Endeavour worden gevolgd. De heetste delen van de shuttle lichten het helderst op. De neus en de vleugelranden hebben een temperatuur van circa 2000 graden door de wrijving met de dampkring. Ten slotte komt de shuttle triomfantelijk neer op de landingsbaan van Cape Kennedy in Florida. Een karwei dat onmogelijk leek, is met succes voltooid. En hoog boven de aarde vervolgde de Hubble Space Telescope zijn bestaan in dienst van de wetenschap.